finished by Celine. Goedemorgen, schone slaper. Goedemorgen. Hey. Heb je lekker geslapen? Niet eraf rollen, hè? Niet af van de bank afrollen, hè, schat? Hey. Ja. Dag, poppie. Moet je zo meteen ook even eten? Moet je eten? Ja? Hey. Brokjes? Lekker eten? Vandaag ga je weg, hè? Ja. Vandaag ga je naar Celine toe. Een hele week ben je weg. Ja. Vind ik helemaal niet leuk. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ja, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Vloggende 50-plusser. En dit is weer het begin van de week vlog. Het is zaterdag, het is min 12 hier. En mijn dochter Celine die zou deze kant opkomen. En die belde net dat haar accu leeg is. De auto niet wou starten, dus die regelt iets met een garage bij haar in de buurt. En dan moet we even zien of er ook een nieuwe accu in moet, ja of nee. En anders moet ze mijn auto maar mee. Liever niet. Maar goed, die zou hierheen komen om te werken en daarna met Chris te gaan schaatsen. Het is 10:10, dus we zijn er vroeg bij. Ik was ook al heel vroeg wakker. Ik was om 6:00 al beneden. Dat is het ritme van de hele week. En niet super laat op bed gegaan gisteren, dus uitslapen kan ik dan niet. Dus ja, ik heb wel heel wat kunnen doen al. De was kunnen draaien, vlogjes kunnen kijken. Dus En de zon schijnt. En dus je niet voor te stellen als je hier binnen staat dat het dan min 12 is. Maar dat geeft de thermometer aan. En Chris is ook al buiten geweest met Romke. Die zei ook al van, het is koud. Dus jullie gaan het meemaken allemaal. Thank you.
Ja, maar daar zijn al mensen doorgezakt, hè? Romke, ga je weg, schat? Waar ga je heen dan? Ga je met Celine mee? Hé? Hey? Ik krijg vrouwtje nog een kusje dan. Hey. Dag lieverd. Zal je op mijn hond passen? Komt goed. Oh, de Chinees moet er alweer mee, dat staat hier. Heb je alles? Het kussen ook? Ja. Oké. Okay. Doe je appje als je thuis bent? Yo. Hoi. Even maar kijken of mijn auto start. Laat jij dat zomaar toe, dat Remy gewoon jouw koekje opeet? Nou, dit is dus Remy als hij eten heeft en hij niet wil dat Noah het afpakt. En hoezo lig jij op de bank? Want er zit niet eens een kleed op. Ja, er zit geen kleed op, dus je moet er even af. Ja. Storm. Hele goedemiddag. Zondag vandaag. En wij zijn aan de wandel. Richting Sneek. Vanmorgen is Siep van de ploeg. En Henk Angerend. En nog één. Aan een Elfstedentocht begonnen. Dat is een beetje jammer. Want ik had ze wel willen filmen. Want ze komen ook bij ons door het dorp heen. Als ze richting Sneek gaan. En dat is eigenlijk mislukt. Dat wist ik te laat. We zijn onderweg naar Chris' moeder. En we zijn hondloos. Rompje is er niet bij. Nee. Ik heb geen idee of jullie mij verstaan. Want het waait hard. En er zijn heel veel auto's hier. Maar Rompje is bij Celine. Ze heeft een weekje vrij. En dan logeert hij daar weer even. Heel raar weer. Zo, we zijn weer op de terugreis. Het is een uur of vijf nu. Nog een drie kwartier lopen ongeveer. We hebben een aardig tippeltje gehad. Zo, goedemiddag mensen. Het is vandaag maandag. Het is allemaal regen buiten. En het is aan het dooien. Vanmorgen was het één spekgladde bende. Het werd al gewaarschuwd. Het was al code rood. Het was heel glad, maar we zijn toch naar het werk gereden. Hier in het dorp was een drama, maar zodra we hier het dorp uit waren en richting Sneek gingen, ging het goed. Dus ja, dat was even een dingetje. Ja, geen Romke. Ik heb echt zeeën van tijd over nu. Dat is echt, ik kom thuis en ik kan gelijk dingetjes doen. En ik kon mooi thuis blijven voor de Jumbo. De Jumbo is gekomen. Die belde eerst vanmorgen af. Is niet echt af. Ze melden wel dat het mogelijk was dat ze af zouden bellen. Dus dat we daar toch maar rekening mee moesten houden. Maar goed, ze zijn het weg. Ze zijn dus toch gekomen. En ik ben nou met de was bezig. Een enorme bult. En ja, we zijn allemaal wat gammelig. Want Chris die heeft met schaatsen een hele rare beweging gemaakt. Die viel en die heeft ze met zijn schouder opgevangen. En die heeft nou, die kan amper zijn jas aankrijgen.
En ik heb niet geschaad, maar ik heb hem een of andere duistere reden. Naast alle andere kwaaltjes heb ik ineens last van mijn knie. Ik moet toch even kijken of ik scherp ben. Ja, wel redelijk scherp. En goed, zal weer overgaan. Hey, hoe is het nou? Hoe is het bij Celine? Kom je weer thuis naar baasje en vrouwtje? Hey? Kom je juist weer thuis naar baasje en vrouwtje? Oh, dag. Nee. Nee. Geen interesse. Gedraagt hij zich een beetje? Ja hoor. God, hè, vanmorgen. Ja. Het is vandaag dinsdag, dinsdagmiddag. Ik ben aan de wandel en natuurlijk zonder Romke. Voelt heel kaal. Maar aan de ene kant ook wel weer relaxed. Want dan kan ik wat verder. En ik hoef niet zo erom te denken aan andere honden. Ik, ja, heel gek, ik stapte naar buiten. Ik zat te controleren of ik wel poepzakjes mee had. Ik denk, ja, dat hoeft helemaal niet. Ja, zo achterlijk, want het zit zo in je systeem. Maar hij is lekker bij Celine en heeft hij naar de zin. Daar laat ik ook nog wel beelden van zien. En nu even gezond even een rondje lopen. Je ziet dat toch heel veel mensen dat doen. Zeker nu die corona er is. Mensen toch er bewust wel voor kiezen om weer of geen weer toch maar eventjes een blokje om te gaan. En het is ook wel goed. Zo, ik ben alweer een eindje op weg. Deze wijk in Sneek is nieuw. Hierachter staat, dit staat al een paar jaar en nu zijn ze hiermee bezig. Kijk, nu de dooi invalt, kunnen ze natuurlijk weer beginnen. Maar dit was vroeger allemaal weiland. En er stond altijd zo'n klein hobbyboerderijtje en daar stonden wat paarden. En daar ging mijn Celine dan altijd paard rijden. En ik heb er ook nog wel paard gereden. Kregen we met een aantal vrouwen bij ons in het dorp kregen we les. Dat was wel grappig. Ja, toen de tijd had al gezegd van dat dit weg moest. Dus toen is Celine er vroegtijdig mee gestopt. Maar het heeft nog heel lang hier gestaan. Want het duurde heel lang voordat ze pas begonnen met bouwen. Maar hoe oud was ze geweest? Een jaar 10, 12, zoiets. Als ze hier was. Ja. Allemaal paardjes en beestjes waren hier. Van die grote ganzen hadden ze altijd. En kippen. Een stukje wat schaapjes. Ja, allemaal weg. Jammer hoor. We gaan de tunnel in. Ik begin het te voelen hier. Last van mijn heup. Goed, we zetten door, want het is nog wel een stukje lopen. Ik loop helemaal rond, als het ware, om het dorp heen. Wat gaan jullie daar aan het doen? Zijn jullie daar samen aan het liggen? Dat is lief. Hey, dat is lief.
Het is alweer vrijdag vandaag. Ja, dat betekent dat er een eind gekomen is aan deze vlog. Ja, heel veel schaatsbeelden. De week is ook omgevlogen. En als je dan nu naar buiten kijkt en je loopt buiten, het is gewoon zwoel, het is warm. Nou ja, warm. Het is, je hebt je dikke winterjas nog aan, dat ben je gewend, dus je hebt het warm. En het is gewoon bijna voorjaar. En vorige week was het nog, wat hadden we hier, min 12, min 13. Dus niet voor te stellen, maar het is alweer weekend. Bedankt voor het kijken. Steek het duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En abonneer je dan ook nog eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. En graag tot een volgende vlog. Doei doei. Blijf gezond mensen.